Wat vind je ervan dat festival-eigenaren de tickets steeds duurder blijven maken? Ja, kut. Ja, dat is toch heel erg matig, of niet? Naar welk festival ga je? Deze zomer gaan we naar Lowlands. Naar Oranjebloesem en naar Amsterdamse Verbond. Ik heb nu Lowlands gepland, Down the Rabbit Hole. Liberté, Liberté op Bevrijdingsdag. Ik ga ook wat naar Rotterdam Brave, zoiets. The Digital op de zondag, 31 maart. Dus dat wordt een mooie. Festivalprijzen zijn gestegen met 14%. Lowlands was natuurlijk binnen een kwartier uitverkocht. Wat is jou zo'n festival nog waard? Nou ja, Lowlands is wel €325. Alleen daar heb ik nog geen kaart voor gekocht. Als student zit je af en toe krap. Ik ben op dit moment wel een beetje blut, ja. Dus dan kan je het niet altijd opbrengen om dan gelijk maar een ticket te kunnen kopen. Eigenlijk ben ik er door een oude vriendengroep vanuit Groningen ben ik een beetje ingeluld. Ik ben er wel blij mee, maar het was wel echt een pak uit mijn hart. Speelt prijs een rol voor jou? Ja, het speelt wel een rol. Ja, wel. Ik ga wel naar minder festivals nu. Ik moet wel zeggen dat als je zeg maar ook later bent, want je hebt natuurlijk verschillende trappen en zo, dan vind ik €70-80 vind ik wel echt heel duur worden. Soms koop ik dan meerdere kaartjes en verkoop ik er één met winst door. En om zo dan mijn eigen kaartje een beetje goedkoper te laten krijgen. Ik twijfel wel om het weer lichter door te verkopen, want het is wel echt waanzinnig hoeveel je voor zo'n weekend betaalt. Wat zijn dan je overwegingen om wel te gaan? Nou ja, je wil er toch gewoon bij zijn, dus dan leg je toch maar die prijs, ben je dan toch maar bereid te betalen. Ik kies dan eerder voor de meerdaagse festivals, omdat ik dan meer vind dat het waard is, het geld. Dat is ook iets wat je van iedereen hoort, is dat een weekend vol reuring met mensen die je lief hebt en dezelfde passie delen, is ook onvergetelijk. Ja, ik ga niet naar festivals omdat ik het dan misschien zwaar in de problemen kom of zo. Hoeveel geef je per jaar denk je uit aan festivals? Oh, dat weet ik echt niet. €350-400, misschien wel meer. Ik denk als ik Lowlands meereken, wel 500 misschien? Minstens denk ik. Ik ga heel vaak last minute, dus ik weet het eigenlijk niet. Te veel.